Het is zaterdag 26 april. Hartelijk welkom bij een speciale uitzending van Rijnmond Nieuws op deze eerste Koningsdag. Dit is het Heemraadsplein in Rotterdam. En wat direct opvalt is dat Koningsdag eigenlijk nauwelijks of niet verschilt van de Koninginnedag zoals we dat al jaren vieren. Er is hier ook weer van allerlei rommel uit kelders en zolders uitgestald op kleedjes en op tafels. En er zijn natuurlijk kinderen die muziek maken. Hartstikke mooi. Dankjewel. En dat gebeurde niet alleen hier, dat gebeurde op vele plaatsen in de regio en in het hele land. De komende uitzending gaan we kriskras in de regio kijken wat er zoal gebeurde vandaag. Maar eerst is hier ander nieuws. De bewoners in de Margrietstraat in Rotterdam-Noord die vrijdag op stel en sprong hun huis uit moesten, krijgen mogelijk een urgentieverklaring. Met die verklaring krijgen ze bij het verhuizen voorrang op andere woningzoekenden. Bewoners moeten daarna om beurten hun huizen leeghalen. 10 bewoners werden gisteravond uit hun huis gehaald vanwege instortingsgevaar omdat de fundering instabiel is. Ze verblijven voorlopig bij familie en vrienden. Op de Paul Krugerstraat in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond een 29-jarige Rotterdammer doodgeschoten. Omstanders die schoten hadden gehoord, belden de politie. Hoewel de hulpdiensten snel ter plaatse waren, konden ze niets meer voor het slachtoffer doen. Hij overleed ter plekke. De dader is nog voortvluchtig. Deze vind ik mooi. Wat kost die? 4 euro. 4 euro. Oké. Nou, misschien dat ik nog even ga onderhandelen. Gaat het goed met de zaken trouwens? Ja, goed. Ja? Leuke dingen verkocht. Lekker zonnetje erbij. Ja, leuke dag. Goeiedag. Mooie dag, ja. Ja, leuk zo'n vrijmarkt. En deze is in het Listkwartier in Rotterdam. Maak even uitstapje naar Mijnsherenland, want daar ging het bijna mis met de Oranje Festiviteiten. Die moesten plaatsvinden op het terrein van GOZ, de voetbalvereniging. Maar ja, er werd asbest gevonden en toen moesten ze uitwijken. Het terrein van de voetbalclub GOZ ligt er verlaten bij. De feesttent, speciaal voor Koningsdag, was al opgebouwd en ingericht, maar de gemeente was resoluut. Het feest moest echt ergens anders worden gevierd. Gisteren werd de meute verplaatst naar een sporthal even verderop. En dus moesten de handen uit de mouwen. We hebben gelukkig een heel groot en enthousiast bestuur met activiteitencommissie. Ongeveer 10 mensen. Daarnaast hebben we een grote groep van vaste vrijwilligers. Dan spreek ik over een man of 12, 15. Die eigenlijk op afroep ons kunnen komen helpen. En dat is ook gebeurd. De dag begon met een optocht door het dorp. Waarna honderden mensen aanschoven voor een speciaal koningsontbijt. Het is een feestdag en ik ben ook jarig. Ik ben er nooit een feestdagjarig geweest. Dus het is wel leuk. Ja. Ik ben heel erg opgelucht. En als u aan het eind van de dag mij weer zou spreken, dan hoort u hetzelfde. Want het gaat een topdag worden, absoluut. En uiteraard werd het veldje naast de sporthal omgetoverd tot rommelmarkt. Nou, 25 euro wil ik er wel voor betalen. Beetje afdingen nog? Dat mag, hè, op de markt. Ja, gaan we doen. Er komen altijd heel veel mensen, kennissen en vrienden en buren komen hier met elkaar eten en praten. Uiteraard, hartstikke leuk. Je gaat flink geld verdienen vandaag? Ja. Ja. Wat is het mooiste dat je gaat verkopen? Dit. Wat is dat? Dat is een heel leuk spelletje. 15 euro. Ik heb zelf jaren geleden in het bestuur van de Oranje Vereniging gezeten. Ik weet hoeveel tijd en inspanning de voorbereiding treft. Dus ik heb wel even aan ze moeten denken. Het is geweldig in een paar dagen tijd hoeveel veerkracht de Oranje Vereniging en de inwoners van Mijnsherenland hebben getoond. Eind goed, al goed. Ja, lekker. Dankjewel. Jullie hebben het druk, hè? Ja. Ja, ze zijn heel populair, die poffertjes. Nou, in Mijnsherenland kwam alles dus toch nog goed. Wij zijn inmiddels in Kraling in het Rozenburgpark aanbeland. Ik heb wat poffertjes gescoord en deze meiden zijn hartstikke populair met hun baksels. Maar nog half niet zo populair als bakkerij Holtkamp in Maassluis. Want die maakt zulke lekkere oranje tompoesen schijnt dat mensen daar om 5 uur 's ochtends al voor in de rij hebben gestaan. Dit is Maassluis in alle vroegte op Koningsdag. We zijn al bijna heilig verklaard in Maassluis, de tompoezen van bakker Koos. Net 6:30, de eerste vrijhandel komt op gang. De bakkerswinkel peilt al uit. Om 4:30 stond eerst helemaal te springen voor de deur. Heeft u al wat lekkers? Ik zeg, kom erin. Heeft u al tompoezen? Ik zeg, ja. Mensen weten gewoon dat ze bij wijze van spreken worden gemaakt en ze trekken het onder je handen vandaan. Wordt een dag van aansluiten in lange rijen, hier op de Zuiddijk, stipt 8 uur, voor het gratis oranje ontbijt. Het gaat verschrikkelijk snel en ik moet zeggen, verleden jaar hadden we de ervaring en het is zelfs in de rij gezellig. Wat gaan jullie eten? Steenkool.
Croissantje met brood en is van ijs. Is lekker. Ja, ja. Het is traditie, hè, dat we hier zijn. Dus, Om 4 uur begonnen met eieren bakken. En nou, je hebt het gezien, tafel vol. En hier allemaal echte oranje klanten. We moesten al vroeg bij het ontbijt zijn, dus ik denk, doe dit aan. Dat is weinig en heel zinvol. Lachen worden gehesen, maar Sluis kan met een volle maag aan de Oubade. De vlag van de stichting, gedecoreerde, is Koningsdag. En wij proberen dus zoveel mogelijk oranje in de Sluis te krijgen. Die hebben het lef om tijdens de blanke top der duinen, of het Wilhelmus, weg te sluipen voor een poes van Koos. Het is nu lekker rustig en nog 4000 oranje tompoezen te gaan. Maar we werken voor de voet weg en nou ja, zolang de condities maken we. Volgend jaar bent u om 3:30 open? Ja, dat zit er nu wel in, ja. En dat alles voor de oranje tompoezen van Koos. Koningsdag is niet alleen maar vrijmarkt. Er wordt natuurlijk ook heel veel muziek gemaakt. Zoals hier op het Oranje Botten Festival aan de Parklaan in Rotterdam. Waar ik ineens nieuwe vriendinnen heb gemaakt. Zij hebben een beetje het gevoel dat hun moeder erbij is vandaag. Maar ja, hier treedt een DJ op met de mysterieuze naam Ohem. We maken even een uitstapje naar Dordrecht. Daar is de Dance Tour. En daar treden onder andere op DJ Sunnery James en Ryan Marciano. Dit zijn de DJ's Sunnery James en Ryan Marciano. Ze draaien eigenlijk alleen nog maar in het buitenland. Maar met Koningsdag komen ze speciaal even terug naar hun geboortestad. Maar wat is nou het verschil dan tussen hier bijvoorbeeld en overal anders ter wereld? Dat je gewoon, als je een microfoon pakt, je Nederlands kan praten. Dat je gewoon een vibe hebt met je eigen Nederlandse mensen. En dat is gewoon het fijnste. We hebben zoveel jaren in Nederland gedraaid. En we zijn nu heel veel in het buitenland. Dus het is altijd leuk natuurlijk om terug te komen. Het is gewoon thuis. Ja, we kunnen vandaag gewoon een rondje maken in Nederland. En gewoon al onze Nederlandse fans zien we overal weer staan. Dus, Ik krijg een broodje haring eten ergens dan. Ja, ik kan het bijna niet. Nou, is het leuk of niet? We zijn nog steeds bij het Oranje Bitter Festival aan de Parklaan in Rotterdam. En volgens mij moet het hier nog echt gaan losbarsten en gezellig worden. Maar gezellig was het gisteravond, zeker in Ahoy, tijdens de traditionele Nacht van Oranje. Ik noem een paar namen, Jan Smit, René Vroger, Walter Kroes. Ze moesten er natuurlijk voor zorgen dat de nodige gezelligheid er was, maar er was natuurlijk ook de nodige drank. Nou, ik denk dat koning... Ik wou zeggen koninginnendag. Ik denk dat het alleen maar leuker wordt. Want Willem, Alexander en Maxima zijn natuurlijk wat losser. Zijn wat frivoler als Beatrix. Ik denk dat het nog meer een volksfeest gaat worden hier. Hey, merken jullie nou dat het Koningsdag is in plaats van Koninginnendag? Nee. Ja, ik moest wel een paar keer extra naar de wc doen. Daar merk ik het dan wel aan, dat het dan wel Koningsdag is. Verleden jaar moest mijn vrouw heel veel naar de wc en ik heb nu dat ik heel veel moet. Dus dat is een beetje verschil, denk ik. Nou, ik zeg nog steeds Koninginnedag. Ja. Maar het is Koningsdag. Nee. Nee. Nou, om eerlijk te zijn, dat maakt wel ons niet uit. We maken het altijd gezellig. Ik heb geen oranje kleding. Maar er wel zin in? Ja, wel ja. Ja, leuk hè? Echt helemaal. Had iets schoner moeten zijn. Maar het was ook niet echt een kopie, maar goed. Nee.
Ja, ik heb dus een leuke theepot gescoord op deze eerste Koningsdag. En hij is ongeveer afgelopen inmiddels. Koningsdag, Koninginnedag maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Tradities blijven tradities. En voor mij is een van die tradities dat ik aan het eind van de dag even met gezellig wat vrienden iets ga drinken. Proost. Dit was Rijnmond Nieuws voor vandaag. Morgen is er weer een normale uitzending. Nieuws is er altijd te vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een heel mooie dag verder. Ja, ik vind hem wel heel leuk.